Dag Erik, ik ben heel benieuwd wat TOC al is. Ja, we gaan het hebben over TOCO Identity. Dat is een van de TOCO-producten. Ja. En TOCO Identity is een middel wat zeer goed gebruikt kan worden voor de traangoot. Okay. Het is een hyaluronzuur die niet zo hydrofiel is. Dat is wel een woord dat we al vaker hebben verteld. Ja, ja. Dat betekent dat het niet zoveel vocht aantrekt. Ja. En dat is heel handig voor de traangoot. Want als je dat te veel zou kunnen hebben, dan is er een hogere kans op dat er een tindeleffect. Dat heb je nog nooit gehoord, maar dat is een soort blauwachtige verkleuring. Okay. Heel goed op te lossen, maar toch beter om te voorkomen. En de TOCO Identity is een wat iets steviger of iets meer hyaluronzuur. En dus het vullend effect wordt niet door het wateraantrekkende gedaan. En dat maakt het heel goed geschikt voor de traangoot. Voor de traangoot. Dus, ja. En mensen die het gaan gebruiken voor de traangoot, wat mogen die ervan verwachten? Nou, ongeveer anderhalf jaar resultaat. Dat is mooi. Ja. En ja, goed, je kunt de TOCO Identity ook voor de andere fillers gebruiken, maar dit is de killer applicatie voor dat middel. En daarom heb ik hem ook gebruikt. Okay. Daarom heb ik hem hier in mijn assortiment. Heb je hem in je assortiment, oké. Okay. Dus de TOCL is een filler die met name wordt gebruikt voor de traangoot eigenlijk. Ja. En die dus ook zorgt dat die verkleuring er niet in komt te zitten, zeg ik het goed? Ja, het tindeleffect. Ja.